Voor mij staan 10 bouwers en één van hen is nu door de server geselecteerd als mol. En wij moeten erachter gaan komen wie van de 10 dat is. Straks krijgen 9 van jullie van de server een bericht om iets te bouwen en de mol weet niet wat dat is. Op die manier moeten wij in 3 rondes erachter komen en ja, jij ook. De kijker moet ook gaan kijken of je de mol kan vinden op basis van welke beeld afwijkt. Bouwers, is dat voor jullie duidelijk? Oké, dan krijgen jullie nu het eerste thema in jullie DM. De mol heeft niets gekregen en Maïsje en ik weten het niet. Maar jullie tijd start nu. Je hebt 10 minuten om te bouwen en wij moeten de mol gaan vinden. Hoe gaan we dit ooit doen? Wat zijn ze aan het bouwen? Sommigen zijn al meteen begonnen. Zoals bijvoorbeeld de kleur rood. Die is meteen begonnen. En dat is natuurlijk wel het minst opvallend. Want ja, de mol die moet eerst kijken wat iedereen aan het bouwen is. Precies. En je hebt wel dat oranje is nog leeg. Dat is wel een beetje verdacht. Dat moeten we in de gaten houden. Maar verder, ik denk dat het iets met muziek is. Oh, dat zou best kunnen. Inderdaad, ik zie hier een muziekdisc. Oh, dat is wel heel snel gebouwd. Dat maakt lichtblauw niet heel verdacht. Even kijken. En hiernaast is een soort van piano, lijkt het wel. Hier bij groen. Ja, het moet wel met muziek te maken hebben. En straks mogen wij ook een thema uitkiezen. En op basis daarvan gaan wij dus erachter komen wie de mol is. En ook hier wordt er iets met muziek gemaakt. Maar nu wordt dit een beetje lastig, want iedereen maakt iets met muziek. Ook de mol, want die weet niet dat dat waarschijnlijk het thema was. Maar hier wordt iets gebouwd. Ja, maar wordt dit muziek of niet? Nou, ik heb hier... Heb je paars al gezien? Hier bij paars. Ik kan hier nog niet echt iets van maken. Maar ja, wie weet maakt hij een box of... Ja, iets heel groots. Ja. Nou, tot nu toe vind ik in ieder geval dat lichtblauw is niet verdacht. En groen ook niet, want die had best wel snel al de piano staan. Ja, dus ik denk niet dat het verdachte aan deze hier in het midden ligt. Maar ja, wat is geel aan het doen? Ik weet het niet. Wordt het überhaupt wel iets van muziek? Of misschien heeft de mol nog helemaal niet door dat hij iets met muziek moet maken. Dat zou goed kunnen. Als hij nog niet heeft rondgevlogen... Dan weet hij het nog niet. Dan weet hij het niet, nee. Nou, maar rood maakt een soort huisje. Dit is heel verdacht. Maar we kunnen straks goed in de volgende ronde kijken wat hij of zij natuurlijk dan maakt. Want misschien is het dan wel de persoon die als eerste weer iets maakt. Is roze nou zo'n soort van triangel aan het maken? Ik denk het. Die maakt een hele bouwcompetitie van. Oh, wow. Paars heeft echt een mega grote piano gemaakt. Ja, maar ja, was dat vanaf het begin al het plan? Ja, dat is de vraag. Weet je wat ik trouwens ga doen? Ik pak gewoon een kleurtje van het plot. Wie vonden wij het minst verdacht? Donkergroen was niet. Ja. Dus deze. Daar pak ik even een kleurtje van. Oh, slim. En dan vond ik... was het niet donkerblauw? Die had eerst iets anders. Had hij niet een vleugel? Hey, hier stond ook iets kleins en dat is nu weg. Oh, dit maakt het extra moeilijk. Nou, dit was meteen een muziekdisc. Dus die vertrouw ik ook wel een beetje. Dus die doe ik lichtblauw. En ik weet dat lichtgroen was de allereerste volgens mij met die muzieknoten. Dus die vind ik ook. Oké, dan doen we die ook. Dan hebben we deze 3 als minst verdachte nu na de eerste ronde. Ik vind het wel een beetje apart wat geel aan het doen is. Want wat is dit nou? Maar soms is het ook dat mensen gewoon iets minder goed zijn in bouwen. En dat maakt ook niet uit, maar dat maakt de zoektocht wel weer wat lastiger. En vergeet niet, kijker, jij moet ook meekijken, hè? Misschien heb jij al iets gezien wat wij nog niet hebben gezien en heb jij al wel de mol ontmaskerd. Ah, een jukebox. Was dat de hele tijd het plan of niet? Nou, het was eerst leek het een soort huisje, vond je niet? Ja, dat vond ik ook wel. En wat is dit bij oranje? Nou, ik denk een platen... Oh, het is een tafel. Jeetje, wat is dit moeilijk. 10 seconden voor het bouwen. Hier zien we alle bouwwerken nog 1 keer. En vergeet niet, 1 van deze plots is een molletje. En we beginnen jou door te hebben, molletje. Wees maar nerveus. We gaan door naar de tweede opdracht. Ronde 2. Deze keer mogen wij kiezen wat jullie moeten maken. En dat kunnen we nu niet hardop zeggen, want dan zou de mol het ook weten. Dus jullie krijgen nu van de server te weten wat jullie moeten bouwen. Succes! Jullie hebben 5 minuten en wij gaan die mol vinden. Oké, we zitten in een andere channel en het onderwerp is school. Dat weten we nu vanaf het eerste moment. Rood is meteen bezig. Hier is paars nog niet begonnen. Maar oranje ook niet. Dat is wel apart. Waarom is paars nog niet begonnen? Ja, roze ook niet. Oké, roze en paars. Hier zie ik wel... Ja, nou, blauw zie ik meteen. Dit kan niet. Ja,
Dat kan je niet zo raden. Weet je wat ik ga doen? Ik ga degene die ik verdacht vind vastpakken. Oh, dat vind ik ook wel een goeie. Doe jij de verdachte? Want dan hou ik die in de gaten. Ja. Wat was het nou? Groen en? Nee? Roze en paars. Roze en paars? Zo, ja, ja, ik heb hem. En ik heb blauw toegevoegd aan de niet-verdachte. Ik moet zeggen, oranje, ja. Die begon heel laat. Dat was ook al de eerste keer. Ja, dat viel mij ook op. Dus die mag wat mij betreft ook op het verdachte lijstje. Oké, dan pakken we die. Dan heb ik er nu 3. Ja, maar om heel eerlijk te zijn, rood begon wel heel snel. Maar ja, wat is dit? Het is iets dat met school te maken heeft. Oeh, ik denk een tafel. Om heel eerlijk te zijn... Ja. Oranje is nu wel een boek aan het maken. En dat oh, doet maar niemand... dat is helemaal... Oh, wat is dit moeilijk! Nee, maar dat hoort bij school. Ja, daarom. Dus dat dus is dat weer is niet ook verdacht. Oké, maar wacht. Dan moeten we snel naar paars. Oh, wat is paars aan het maken? Paars, kom snel, we gaan naar paars! Paars! Ja, paars heeft nog niet iets duidelijks. Ja, wow. Is hier nou een... En hier... Oh nee, wacht even, is dit paars? Welke kleur is dit? Oh, dat is lila. Oh, lila. Die vind ik niet verdacht. Nee, hè? Dat is echt wel een klaslokaal. Oh, dit is zo moeilijk. Hou op met me. Ik denk dat roze een klaslokaal maken is. Ik denk dat roze ook veilig is. Ja, maar dat is wel laat, hè? Want hier, nou, dat vind ik trouwens ook opvallend. Iedereen aan de rechterkant maakt klaslokaal, dus dat kan je kopiëren. Ja, paars is, kan een kopie zijn van lila. Ja, want we zeiden iets met school, dus... Als jij daar klaslokalen ziet, dan ga je een klaslokaal maken. Want je denkt dat dat de opdracht is. Maar hier, dit boek, dat maak je niet als je klaslokalen om je heen ziet. Maar dat het klopt wel. Ja, dit is sowieso niet de mol. Maar wat Hoewel, is geel dan? Hij begon zo laat met bouwen. Heb je enig idee wat geel is? Nee, maar ik ben ook al een tijd niet meer naar school geweest. Oh, is dit een pen? En een gum? Oh. Een potlood? Ja, boek? En dit denk is een boek. Ik? Ja, oké. Oeh, maar dat vind ik ook dan niet verdacht. Nee. Oh, dit is zo moeilijk. Dat is niet normaal. En groen is een bibliotheek? Ja, ik weet het niet. Zo, denk ik. Ja, het is wel iets met school. Ja, dat denk ik ook wel. Ik vind het echt wel heel verdacht. Nou, dit is ook... Kijk, dit vind ik dus ook weer goed. Want deze hadden we ook als niet verdacht. Kijk, die heb ik in mijn handen. Ja. En dat klopt ook wel, want iedereen maakt hier klaslokalen. En hij of zij maakt een, ja, schoolspulletjes. Ja, dit zijn inderdaad... Dit is ook weer een gum en een... Dat kan je niet kopiëren. Nee. Dat maar risico groen, neem je niet. Als je kijkt bij groen, dat is ook een klaslokaal. Maar die heeft helemaal niets om zich heen qua klaslokalen. Dus dat heeft hij zelf verzonnen. Ja, denk ik. En dat, die hadden we ook al in de eerste ronde hadden we die ook al als veilig. Ja, oké. Dus groen is helemaal goed. Okay. 5 mensen als veilig, maar betekent dat we nog de helft over hebben als niet. En het is wel opvallend dat hier allemaal klaslokalen worden gemaakt. Was dat vorige keer ook al? Ja. Piano. Oh. Ik denk dat ik op een spoor zit. Hey, dit is spannend. Dit is heel verdacht. Was er eentje van hun die later begon met bouwen? Oh, ja, dit is verdacht. Oh. Ja, dat klopt niet. Oh, wat erg. Ja, maar wij waren heet het afgeleid door oranje. Want die begon super laat met bouwen. Ik moet wel zeggen dat roze heeft hier een soort van extra muziekinstrument gemaakt bij de vorige beeld. Dus die weet dat je meer moet bouwen dan alleen maar een piano. Och, dit is zo moeilijk. Dus dat zou betekenen dat het of lila of paars. Ja. Toch? Ik weet het niet. Ik vind het heel moeilijk. Of is het gewoon oranje? Nee, oranje is het denk ik echt niet. Nee, echt niet? Nee. Maar ik vind ook rood vind ik ook verdacht. Want die heeft alleen maar een tafel gebouwd om een klok te bouwen. Is dit een klok? Dit is een halve klok. Ik denk dat rood niet zo vaak op tijd op school was. Ja, dan pak ik ook rood erbij als verdacht en in de gaten houden. Ja, ik denk voor nu dat ik wel echt rood het meest verdacht vind. Oké. En dan die rechterkant. Ik vind die rechterkant dat ze 3 keer hetzelfde hebben gemaakt. Of 2 keer achter elkaar, alle 3 hetzelfde. Dat klopt niet, hè? Dat is ontzettend verdacht. Ja, dat klopt niet. Oké, wat dan? En het is ook het hele front hier. Blauw hebben we niet als verdacht. We hebben lichtblauw niet als verdacht. We hebben groen niet als verdacht. En lichtgroen niet. Dus het is echt die hoek daar. Dat denk ik ook. Oh, dit is zo spannend. Ik had niet gedacht dat ik het zo spannend zou vinden. Wauw, ik vind het beeld trouwens van Lila wel echt heel leuk gedaan. Allemaal kleine babyvilletjes die binnenkomen. En dan de docent hier. Dat is wel echt wauw.
Dit is super cool. Ja, als het een build battle qua hoe goed ze zijn was, dan had Lila best een mooie kans gemaakt. Zeker weten. Ik ben ook zo benieuwd wat de kijkers thuis nu denken. Of die een beetje meegaan in onze theorie. Of dat ze gewoon al bij minuut nummer 1 de mol hadden gevonden. En laat ook even weten wat je van dit concept vindt. En of we meer van dit soort video's moeten doen. Waar we een beetje een ander concept dan normaal doen. Ik snap trouwens niet wat hier nou is gebeurd bij Rood. Nu is er een gum gemaakt opeens. Dus eerst was het een klok en nu een gum. En een, denk ik, een soort van potloodje. Weet je zeker dat dit een klok is? Is dit niet een boek of zo? Oh, ja. Dat zou ook kunnen. Die open staat of zo. Ja, maar dan... Ja, ze is wel uit zichzelf die tafel gaan maken. Dus dat is dan weer minder verdacht. Ik heb echt het idee dat het aan de rechterkant zit. Nou, nog 20 seconden. Oh, er wordt hier allemaal huiswerkblaadjes neergelegd. Jeetje, wat een werk. Echt. Je doet me echt denken aan mijn eindexamen. Dat je met z'n allen in zo'n hal. Nee. En de tijd is op. Stop met bouwen. Oei, oei, oei. Wat heeft deze versie ons veel informatie gegeven, zeg. Nou. Ja, ja, ja. Er zijn een aantal van jullie die we een beetje in de smiezen gaan houden. Ongeveer de helft zijn we bijna van overtuigd dat die niet de mol kunnen zijn. En we hebben een aantal en die vinden we best wel heel erg verdacht. En het is tijd om naar de volgende opdracht te gaan. De laatste. De finale opdracht. Opdracht nummer 3. 9 van jullie krijgen nu het thema te horen. En de tijd die start nu. Nee. Veel succes. En weet je wat ik doe? Ik ga snel naar rechts. Oké, ik blijf hier bij rood en oranje. Oh, wat gebeurt hier? Oké, er wordt meteen door Lila gebouwd. Oh, wij weten trouwens dat het onderwerp het heeft met Nederland te maken. Dus Lila is al begonnen. Oh, en paars en roze doen niets. Nee, rood allebei is hier niet. Ook. Rood is hier begonnen. Oké, roze is ook begonnen. En iemand vliegt hier langs. Oké, ja, hier vliegt ook iemand. Oh, dat is wel heel verdacht. Mm. Oh, wat wordt hier gemaakt? Oh, dit vind ik zo spannend met deze 3 aan de rechterkant. Was rood al begonnen? Ja, rood begon best wel snel met volgens mij een soort bloemetje. Oké, nou hou dat in de gaten. Dan hou ik deze 3 in de gaten. Even kijken. En ik denk dat hiernaast... Wordt hier nou kaas gemaakt? Oké, dit is echt eigenlijk nog best moeilijk. En we moeten ook niet tunnelvisie, hè? Nee, dat kennen we. Want ja, kijk, er wordt hier wel met geel wat gebouwd. Ja, oh, door maar misschien paars. Zag die persoon dat... Verderop. Ja. Maar wat... Oh, dit is zo moeilijk. Wat is Lila nou aan het maken? Een brug? Ja, dat weet ik niet. Maar die begon ermee. Hè? Maar wat is roze allereerste dan aan het doen? Want roze is een riviertje aan het maken. Ik weet het niet. Maar kunnen we rood... Wacht even, ik ga even snel naar rood. Okay, nee, dus ik snap je helemaal kaas, niks van. Hier is een soort van kaas. Oké, kaas. En dat... Maar die bloem... Kijk, rood, wit, blauw. Nee, nah, maar die dit... bloem... Precies, dat is niet gestolen. Dus rood is het niet. Dat is super goed gedaan, oké. De kazen kunnen wel gestolen zijn van elkaar. Ik denk hier dat oranje... Weer een bloem. Oh. Blauw heeft nog steeds niet. Blauw is alles aan het weghalen. Hey, oh, dit is zo moeilijk. Paars is alles aan het weghalen. Wacht even, ja, waarom gaat paars nou opeens... Hey, nu wacht snap ik er eens helemaal niets meer van. Nu gaan ze weer elkaar namaken. Ze zitten sowieso, zit hier de mol. 1 van deze 3. Ja, dat kan niet anders. Waarom gaat hij opeens een brug maken? Maar ook... Nou, ja, waarom... dit is wel een kanaal. Ja. Dat is op zich wel Nederlands. Het kan Amsterdam of zo zijn. Dat denk ik inderdaad ook. Dit moet een gracht zijn. Oh. Maar wat is roze dan aan het doen? Ja, dat weet ik niet. Ik zou altijd toch gewoon een vlag, rood en blauw. Dat is een van de makkelijkste dingen die je kan maken. Nou, wat ik wel heel verdacht vond, is dat eerst paars begon met geel. En daarna ging die opeens nu dit weghalen. Dat klopt niet, hè? Omdat hij zag dat misschien roze ook aan het weghalen is. Maar roze zit hier denk ik ook zo van, jeetje. Wat moet ik doen? Oh, dit is zo moeilijk, want ze bouwen allebei ook weinig. Maar de linkerkant, of zit hij dan toch links? Ah, dit, jongens, jullie moeten ook, dat gaat volgens mij zo grappig zijn aan het einde van de video. Wanneer je weet wie de mol is, moet je de video opnieuw kijken. Want dan kan je, volgens mij wordt dat, ik ga hem zelf ook terugkijken. Volgens mij gaan we echt denken van, hoe zien we dit niet? Ja, zodra je het weet, hè. Nou, maar kijk, nu gaat paars gaat ook die gebouwen maken. Dat met is dezelfde echt bricks. Oh, en hier wordt rood, wit, blauw. Ja, oranje is een vlag aan het maken. Nee, maar geel, of roze geel? Maakt het nu ook. Oh. Ja? Die maakt opeens rood-wit-blauw, terwijl hij dat nergens heeft gezien. Of hij heeft zijn render distance heel hoog. Oké, dus roze is dan veilig eigenlijk? Nou ja, weet ik niet, want het enige wat ik zie is wat water. Maar ik heb wel het idee... Oh, ik denk echt dat het roze of paars is. Ik ben bang dat het paars is, want het gele eerst was zo
apart dat hij ineens overging naar een gracht. Dat kan niet kloppen. Toch? Nee, ja, ik vond het ook raar. Wat is dit eigenlijk? Wat heeft blauw gemaakt? Ja, ik denk een hoopje kaas. Maar is dat ook niet verdacht? Dat het eigenlijk niet echt iets is? Ja, maar hij begon zo snel met die muziekopdracht. Want dat had hij toen weer weggehaald. Maar dat had hij kunnen pakken van daarnaast. Want die was daar wel heel snel mee. Oh, dit is zo verschrikkelijk moeilijk. Het lijkt wel alsof... Wacht roze... eens. Wat? Lichtgroen heeft ineens een andere vlag. Ja, maar dat kan best de vlag van Gouda zijn of zo. Oh, is dit zo'n stads- of gemeentevlag? Of ja, zo? Wie weet. Ja, denk je? Is het niet gewoon... Ja, maar je moet wel... Je ziet iedereen Nederlandse vlaggen maken. Dan ga jij een andere vlag maken. Dat zou je nooit doen als mol. Nee, dat is waar. Maar het is wel raar. Het is zeker raar. Oh, hier vliegt iemand. Ja, ze zijn toch bij elkaar aan het kijken. Maar ja, zij moeten natuurlijk ook de mol ontdekken. Want straks gaan we ook aan de spelers vragen om bij de plot te staan waarvan zij denken dat het de mol is. Wie denk jij dat op dit moment de mol is? Ik denk toch echt paars. Ja? Ja, ik vond... Het begon op een gegeven moment met geel. En misschien wist hij toen niet precies wat iedereen aan het maken was. Dus is hij daarmee mee gestopt. Ja, ik ben er ook bang voor. En ook ik hier ben is er ook telkens bang een voor. Kopie. En volgens mij duurde het wel redelijk lang voordat dit gebouwd werd. Dat weet ik niet meer. Maar dat is zo moeilijk. Want je bent alle 10 de plots in de gaten aan het houden. Het is zo moeilijk. Oh, echt. Maar het is gewoon zo dat sowieso het lila niet is. Want die is de enige die een gebouw heeft gemaakt van Nederland. Zeg maar een stad. En daar begon hij meteen mee. Dus hij wist meteen wat hij wilde bouwen. En daar is hij niet van afgeweken. En toen op een gegeven moment gingen ze aan beide kanten ook een rivier maken. Maar was het niet een molstreek om eerst geel te pakken? Om ons juist van de wijs te brengen? Dat kan natuurlijk ook nog. Wie denk jij dan? Oh, joi. Ik vind het zo moeilijk. Maar ik denk... Nou, ik heb mijn twijfels toch wel bij blauw. Omdat het gewoon heel raar is wat hij heeft gemaakt. Is het nou kaas? Of is het nou... Heeft hij gewoon afgekeken met dat iedereen gele dingetjes naast hem heeft? En nu heeft hij ook ineens een gebouwtje. Dus ik vind blauw toch wel verdacht. Of paars? Nou, over een halve minuut weten we het. En als extra hulpmiddel gaan dus de kijkers... Of tenminste de bouwers gaan dan bij het plot staan die zij verdenken. En daarna gaan we er gewoon achter komen wie het is. Ik vind het zo spannend. Maar dit is trouwens ook echt een prachtige beeld weer. Hey, hou eens op met me. Nu heb ik echt het gevoel dat ik echt helemaal niet kan bouwen. Er komt zelfs een bootje bij en alles. En de tijd is... op, dames en heren. De zoektocht gaan we staken. Mol, laat nog niet weten wie jij bent. Eerst gaan we iedereen in creative plaatsen. En mag jij als bouwer zijnde bij de plot gaan staan, voor de plot gaan staan. Dus op, als je ziet waar ik sta, zo voor de plot. En ga staan bij het plot waarvan jij denkt dat die persoon de mol is. Dus dat is bij de laatste beeld, ga je voor de plot staan. Jullie hebben 10 seconden om er te gaan staan. 1 stem voor rood, 1 stem voor oranje, 2 stemmen voor geel. En niet hier op groen, eentje op lichtblauw, 2 op blauw, donkerblauw, ja. 3 op paars en geen op lila en geen op roze. De meeste stemmen op paars. Ja, nou, die zat toevallig in onze top 2 van verdachten. Oei. Jongens, kom bij elkaar. Oké, tijd om de mol te ontmaskeren. Wil de persoon van groen een stap naar achter doen? Wil de persoon van lichtblauw een stap naar achter doen? Speler lichtgroen, een stap naar achter. Donkerblauw, een stap naar achter. Oranje, een stap naar achter. En rood, een stap naar achter. Dan zijn jullie 4... het meest verdacht van iedereen. Maar ja, welke 2 verdenken we het meeste? Zeg het ze, Maisha. Nou, wil paars een stap naar voren doen. En roze. Ja, die wist het al. Wij verdenken jullie 2 als meeste. En dat duurde heel lang. Maar we hebben besloten dat de mol van deze aflevering is... paars! Ja, klopt paars. Dat? Schud ja of nee? Ja, we hebben hem! Let's go, dames en heren. Dit was zo vet. We hebben in de laatste ronde hem toch gevonden. Check de Discord link in de beschrijving als je een keer wil meespelen. Had jij het goed? Laat het weten in de comments. Smash dat duimpje omhoog. En tot de volgende keer, mensen. Doei! Ciao!